Het is zondag 19 januari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Allerlaatste bezittingen van Circus Royaal onder de hamer. Kustverdedigingsmuseum in het Fort Hoek van Holland gered. En herinneringen ophalen over de gouden tijd van de Holland-Amerika-lijn. En dan weer voor morgen. Maandag is er veel bewolking en valt er af en toe lichte regen of motregen. De middagtemperatuur is rond de 7 graden. De wind neemt toe tot matig en draait naar het noordoosten tot windkracht 3 of 4. Van het Dordtse Circus Royaal is sinds vanmiddag helemaal niets meer over. De allerlaatste muziekinstrumenten, kostuums en aanplakbiljetten gingen onder de hamer. Het circus houdt na 25 jaar op te bestaan. Om openstaande rekeningen te betalen werd werkelijk alles verkocht. Ook het allerlaatste restant van het Dordtse Circus Royaal gaat in de verkoop. Ja, dit is een soort barok kostuum. En daar hebben wij, tenminste hebben wij, daar heb ik de paarden in voorgebracht. Er zit ook een zak in, speciaal voor de zuiverklontjes. Nou, ik kom zomaar even kijken. Ja. En misschien dat er nog wat tussen ligt. Het is voor ons emotioneel heel veel waard. Maar je moet het wel een mooi plekje kunnen geven en niet ergens in een laadje op moeten bergen. Want dat is wel zonde. Een groot deel van Circus Royaal werd vorige week al verkocht en geveild. Toch bleef er nog het een en het ander over. Dus komen de ware circusliefhebbers opnieuw in actie. Ik ben toen niet geweest, want ik kom uit Apeldoorn en je moet wel iemand vinden die dan... Of voor de gezelligheid is het leuk als iemand meegaat. En nou ja, dat is nu gelukt. Nou ja, we gaan wel even kijken nou of er nog iets leuks is van schilderijtjes of posters. Of achter u, kijk eens. Ja, mooie jurken, ja. Dit is zeg maar zo'n kostuum waarin 3-4 verschillende jurken zitten. En dan is het met één klik, is het, of je gooit snippers omhoog en dan heb je een nieuwe jurk aan. Verder laat ik hem niet zien, want dan weet je gelijk hoe het werkt. Eeuwig zonde dat dit stukje circushistorie verloren gaat. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Ja. Dat is wel heel jammer. Ja. We zijn er ook geen één keer geweest. Nou, we zijn wel een keer bij het Wintercircus geweest. Ja, dat wel. We hebben gewoon open kaart gespeeld, ook met de Belastingdienst en... Ja, het is over, het is uit, het is voorbij. Dus helaas, maar wel ja, netjes dat we het zo op kunnen lossen. Het Landelijke Kustverdedigingsmuseum in het Fort Hoek van Holland is gered. Vorig jaar ging het nog een maand dicht omdat de huur niet meer kon worden betaald. Het museum heeft nu van de nieuwe eigenaar van de fort de toezegging dat het de komende 5 jaar open blijft. Dit weekend werd de overeenkomst ondertekend. Met deze ondertekening is het redden van het museum in het Fort Hoek van Holland een feit. Vorig jaar ging het nog dicht, omdat de huur niet meer kon worden betaald. Er moest ineens bijna €128.000 meer aan huur worden betaald. De stichting van het museum is dan ook enorm blij dat het open kan blijven. Nou, ontzettend opgelucht. Het is een van de doelstellingen van de stichting om dat museum te behouden en naar buiten te brengen en het fort te behouden. En die doelstelling is voorlopig nu voor 5 jaar, en ik denk wel voor langer hoor, maar het contract loopt voor 5 jaar. Dus dan is het gewaarborgd. Ondernemer Jurgen Beumer wordt de nieuwe eigenaar van het fort. Hij zal naast het museum er ook allerlei commerciële activiteiten gaan exploiteren. Zoals een hotel en uiteraard. Een goed museumcafé dat de bezoeker overdag een lekker broodje kan eten. 'S Avonds ruimte exclusief voor de zakelijke markt, verhuur. Maar ook trouwlocatie, vergaderlocatie, de private dining. Dus ja, in de kelders, wijnproeverijen, champagneproeverijen. Nou, dat is een beetje in het kort wat we voor ogen hebben. Door alle commerciële activiteiten hoeft de stichting van het museum nu geen huur meer te betalen aan de nieuwe eigenaar. Het is eigenlijk gewoon weer een win-win situatie. Hun kunnen gebruik maken van ons mooie museum. En wij kunnen de stichting in stand houden die het museum en het fort in stand houdt. En dan geen gezeur meer in de toekomst over de huur niet meer kunnen betalen? Voorlopig niet, nee. Enige voorwaarde is wel dat het museum 6 dagen per week open zal gaan en volledig zal worden gemoderniseerd. Nu zijn er zoveel gangen dat je erin verdwaalt. En zonder gids kom je er ook niet uit. Met behulp van moderne technieken moet je straks zelf interactief door het museum kunnen lopen. Het museum hoopt door deze verbeteringen jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers te trekken. Feyenoord heeft vanmiddag een zeer overtuigende overwinning geboekt in en tegen Utrecht. Het werd 5-2 voor de Rotterdammers. Sportverslaggever Ruud van Os volgde de wedstrijd. Ruud, hebben we vanmiddag de kampioenskandidaat aan het werk gezien? Nou, of het de kampioenskandidaat is, dat durf ik niet te zeggen. Maar wel een kampioenskandidaat. Want vlak natuurlijk Vitesse en Ajax niet uit. Want die doen ook gewoon nog mee.
Feyenoord deed het hartstikke goed. Als je FC Utrecht in eigen huis met 5-2 wegspelen is misschien wat overdreven, maar zo te kijk kan zetten, dan ben je een kandidaat voor de titel. En vooral als je 1-0 achterkomt door Toornstra en je weet dat om te buigen in een 2-1 voorsprong, dan de 2-2 weer weggeeft, maar dan uiteindelijk toch naar 5-2 wegloopt. Onder andere door 2 goals van Schaken, een goal van Vujena en De Vrij. En een goal, en die moeten we met z'n allen gaan terugkijken, van Graziano Pelle. Een voorzet vanaf rechts achter het standbeen. De Italiaan deed het echt fantastisch. Ja, het was leuk om naar te kijken. En een fantastische wedstrijd van Feyenoord. 3 punten erbij. En die kunnen ze lekker in de tas steken. Ja, er is helaas niet alleen positief nieuws te melden, want Jean-Paul Boetjes viel geblesseerd uit. Ja, en daarvan hoor ik net vanuit Utrecht van collega Dennis van Eersel dat het kramp was. Dus dat valt mee. Woensdag speelt Feyenoord tegen Ajax voor de beker in Amsterdam. Boetjes zal er dan gewoon bij zijn. Wat minder positief is, is de gele kaart voor Tony Vujena, want dat is zijn 5e. Hij is dus geschorst, niet voor woensdag in de Arena, maar voor aanstaande zaterdag in Den Haag uit bij ADO zal Vujena er niet bij zijn. Dat is het minpuntje, dat is overgehouden aan Utrecht. Uit vanavond, maar laten we niet vergeten, 5-2 winnen voor Feyenoord in Utrecht, is gewoon lekker. Ruud van Os bedankt. Gaan we naar het kasteel, waar Sparta en de nieuwe trainer Gert Kruijs een zeer vervelende middag beleefden. Er werd namelijk met 1-2 verloren van Willem II. Op het kasteel Jan-Dirk Stouten. Jan-Dirk, was het een terechte nederlaag? Ja, sowieso een bijzonder zure nederlaag voor Sparta. Het wordt dus 1-2, 2 keer Boymans. Uitgerekend Breedijk, een van de uitblinkers bij Sparta, gaat in de fout. Een minuut of 10 voor tijd. En wat met name zuur was, is dat Johan Voskamp met rook naar de kant ging. Net als Joris Petens trouwens van Willem II. Het gebeurde allemaal in de 7e minuut van de tweede helft. Een overtreding van Voskamp. Petens die een kopstoot geeft. Waarom Voskamp er vervolgens af moet, is een raadsel. Ja, Kevin Blom, de scheidsrechter, hier willen niet over praten. Sparta had al met al wel recht op de gelijkmaker. Te meer omdat de eerste goal van Willem II, daar maakte Boymans een overduidelijke overtreding. Sparta staat nu op de 5e plaats. Zijn ze kansloos voor de titel? Nou, kansloos ben je niet. Het gat is wel groot. 9 punten naar koploper Dordrecht. Wat denk ik veel meer zorgen baart, is dat ook Willem II, VVV en Eindhoven meedoen om de titel. De top is breed, maar liefst 5 ploegen die strijden om de bovenste plekken. We wisten al dat Kruijs een bijzonder zware opgave had, die na vandaag alleen nog maar groter en zwaarder is geworden. Jan-Dirk Stouten bedankt. En meer over betaalde voetbal zometeen vanaf 20:15 in FC Rijnmond. Groot feest vanmiddag op het SS Rotterdam. Want Vereniging De Lijn, voor oud-medewerkers van de Holland-Amerika-lijn, vierde op het schip het 25-jarig jubileum. Maar liefst 1200 oud-medewerkers waren vanmiddag aanwezig. Sommigen werkten 40 of zelfs 50 jaar geleden voor het laatst aan boord van het SS Rotterdam. Maar hebben nog steeds een band met het schip. En vandaag is er weer even tijd voor een rondgang over het schip, het praten met oude bekenden en vooral het ophalen van mooie herinneringen. Ja, memorabele momenten is eigenlijk dat als je als jonge man van 20 jaar voet aan wal zet op de Fiji-eilanden. Aanvaring met een walvis in de Middellandse Zee. Tegenwoordig is het heel normaal dat kinderen of jongelui na hun studie gelijk een wereldreis maakten. Maar in de 60 jaar was het heel wat als ik thuis kwam met verhalen van de Oriënt of van Amerika. De familie was helemaal buitengewoon geïnteresseerd om dat allemaal te horen. Ruim 1200 oud-medewerkers zijn er aan boord. En dan is het wel eens moeilijk, zeker als je hier lang geleden werkte, om iedereen terug te vinden. Ja, dus zullen er nog bij lopen die waar ik mee gevaren heb, maar je kent elkaar niet meer terug. Je kent gewoon elkaar niet meer terug. En dat is het hele probleem. Zo veranderd, zo lang geleden. Ja, zo lang geleden, zeg maar. Want ik zeg, ik ben er nou 80, nou, het is uit de jaren 50, 60, zeg maar. Dus ik kan nagaan hoeveel jaar dat geleden is. Het brengt herinneringen terug, hè. En als ik dan hier kom, ja, dan bloeien er af en toe traantjes. Daar kan ik niks aan doen. Emoties. Van die tijd dat je hier hebt gewerkt. Om het jubileum te vieren was er geen betere locatie denkbaar dan het SS Rotterdam, dacht de organisatie. Voor het jubileum van de vereniging is er een speciaal boek uitgekomen met herinneringen van opvarenden. In feite een driedubbel uitgave van ons normaal maandelijks magazine, tweemaandelijks magazine. Met een mooie opmaak helemaal. En dat wordt dus nu aan alle leden die hier zijn vandaag uitgereikt. En degenen die vandaag niet konden komen, die krijgen het thuis gestuurd. Ik ben dan nou dadelijk 80. Als ik een stuk jonger was, dan ging ik weer terug. Achter elkaar ging ik naar zee toe. Er is niks mooier als de zee en de vrijheid. Mensen hebben bij de Holland-Amerika gewerkt en die zijn besmet met een virus. En dat raak je nooit meer kwijt.
Het is gelukkig niet gevaarlijk, dus je hoeft er niet van te genezen, maar je houdt er altijd bij je. Ook al heb je er maar 1 maand geweest of 1.5 jaar, het blijft je hele leven achtervolgen. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website rijnmond.nl. Wens u nog een prettige dag.